Hallo lieve mensen en welkom weer bij een video op deze zondagmorgen of wanneer dan deze ook uit. Ik heb een creatieve video voor jullie waar ik iets moet gaan raden voordat ik iets mag gaan uitpakken. Let's go! Waarom ik ten eerste zo dicht bij mijn computerscherm zit hier is omdat het is letterlijk 3:30 en het is donker. Ik kan nergens meer in huis filmen. Hierom haat ik de winter, dus dit is mijn enige bron van licht op dit moment. Dus sorry als het af en toe een beetje raar gaat. Goed, wat ga ik uitpakken? Ik heb dit uber schattige cadeau gekregen van de Body Shop. Het is een grote appel. Ik dacht eerst dat het een kerstbal was. Toen keek ik goed, dacht ik hell no, het is een appel. Het is van de Body Shop. Ik heb nog niet gekeken hoe en wat. Dus ik ben heel erg benieuwd. Wat gaat het spelletje worden? Jullie kunnen thuis ook meedoen, dames en heren. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ik ga kerstliedjes raden. Nu ben ik niet heel erg goed. Nu weet ik er een aantal echt uit mijn hoofd. Maar over het algemeen ben ik niet goed in kerstliedjes. Elke keer als ik eentje goed heb, dan mag ik een product. Er zitten hier 3 producten in. Mag ik er eentje uitpakken en even first impression, even try out. Even uitproberen. Eén, wat ik wel ga doen, is dat ik de lijst op Spotify met Christmas Pop. Want als je mij echte klassiekers gaat vragen, dan weet ik het echt niet. Dus ik maak het iets makkelijker voor mezelf. Dus er staan heel veel covers tussen zitten waarschijnlijk. Dus als jij denkt op een gegeven moment, nee, dat is het origineel helemaal niet, bla bla. Prima, het gaat om wat ik luister en of ik dan raad welk liedje het is. En als ik dus eentje goed heb, dan mag ik eentje uitpakken enzovoort enzovoort. Want ik ben heel benieuwd. Ik heb namelijk heel veel gehoord ook over die adventkalenders die ik super graag wilde. Maar ja, ze zijn een beetje prijzig. Even kijken. Het is de Festive Tin, de cadeau surprise met chai vanille. Dat is echt, ik denk op Instagram en op Facebook en op YouTube en overal, ik zie alles over die chai. Oké, okay, was dit allemaal in? Nee, ik ga nog niet zeggen, kijken wat erin zit. Hier zie ik alleen nog dat het de chai ding is. Oké, okay. Hij staat op shuffle. Ik ga nu play doen en dan de volgende meteen, want ik zie natuurlijk nu al wat het is. En dan ga ik dus niet kijken. Oké, okay, ik doe mijn toetsenbord, doe ik volgende. 1, 2. Ik wil even gaan harder. Het is Miss Montreal. Toch? Het is toch Miss Montreal? Ja, moet wel. Oké, okay, ik ga voor Miss Montreal, I'll Keep You Warm. Nog nooit gehoord, maar het klinkt als Miss Montreal en dat I'll Keep You Warm klonk als een titel. 1, 2, 3. Oh my god, ik heb hartstikke fout. Hij heet wel Keep You Warm. Hij is van Sam Chu en Kina Grannis. Dat is awkward. Ik zweer, ik klonk als Miss Montreal. Zijn jullie het met me eens of niet? Volgende, hoeveel kansen krijg ik? 10? 6? We kijken wel. 1, 2. Have yourself a merry little Christmas. Dit is niet eerlijk, want het is Sam Smith, Have Yourself a Merry Little Christmas. Deze zat in de intro van 12 is Christmas. Toen ik de aankondiging deed met de Q&A, toen deed ik het nummer zeg maar playbacken. Dus ik weet, dat is echt Sam Smith, Have Yourself a Merry Little Christmas. Een van mijn favoriete kerstliedjes. Dus ik mag er eentje openmaken. Oké, okay, het is helemaal vol met zwart. Oké, okay, eerste pak is... Oh, de verpakking! Oh my god! Het is de Vanilla Chai Body Butter. Oh my god. Nu ga ik voor het eerst in mijn leven chai ruiken, basically. Oeh. Is dit chai? Oh, maar die body butters van de Body Shop zijn zo ontzettend lekker, mijn god. Waarom trouwens zie ik dit in deze video doen en heet 12 Days Christmas Body Shop? Dit is natuurlijk een ideaal kerstcadeau. Dit kost niet veel. En je hebt gewoon de 3 heerlijke producten. Oh, lekker jongens. Ik ruik gewoon naar een koekje. Nou, heel lekker. Maar dit is natuurlijk ideaal als kerstcadeau, vind ik dan. Ik zou het heel leuk vinden te krijgen. Ik heb het er gekregen, maar je snapt wat ik bedoel. Oké, daar gaan we weer jongens. 1, 2, 3. Dit is heel oud. Kent niemand dit? Oh, 2 stemmen? Ik heb geen idee. Ik ga het niet raden. Weet iemand dit? Oké, okay, het is... Shame on my heart and sick. Really? Ik hoor je stemmelijk helemaal niet. Oké, okay, volgende. Oeh. Anyone who has open sleigh. Maar dit is een cover van
iemand bekend. Maar wie? Jingle bells. Jingle bells is de title, maar wie is dit? Oké, ik ga even kijken. Iemand die wel hoort. Diana Krall en Clayton Hamilton Jazz Orchestra. No clue. Volgende. Destiny's Child. Silent Night. Oh, dit is zo mooi. Queen Bee! What the fuck? Er staat Silent Night, Destiny's Child en Beyoncé. Beyoncé zit in Destiny's Child. Got it right, oké. Mijn tweede, wat gaat het worden? Oh, zit er vier in? Oh, nog vier keer gaan we. Oké, wat is dit voor lekkers? Die verpakking, zie je, Body Shop altijd met hun verpakkingen echt nailing it gewoon. Dit is de Shower Gel en Vanilla Chai. Oh, het ruikt gewoon hetzelfde. Het ruikt wel een beetje naar gingerbread. Ik heb natuurlijk die video opgenomen met Essa met de gingerbread huisjes. Daar ruikt het naar. Oh, oh, heerlijk. Dus dat is de Vanilla Chai Shower Gel. En dan gaan we naar de volgende. 1, 2! It is not outside. I'm where it's not. Oh, where I'm from. Home. Oh. Feeling like it's midnight under the sun. Hey, I wanna pretend I'm at the North Pole. My baby's in town and we're gonna do some winter things. Ariana Grande, Winter Things. Dus nu ga ik er grappel in wat. Gebruik voor deze. Ik gok als het een mooie lotion is. Body Shop Vanilla Chai Softening Body Gel Lotion. Het ruikt hetzelfde. Ik ben een en al koek zo meteen. Ik ga zo meteen naar verjaardag. Iedereen wil me opeten dan. Oké, laatste dan jongens. Althans, als ik iets goed heb is de laatste. Let's go. Is this... it's beginning to look a lot like Christmas. Nee, dat is mijn eerste gok. Michael Bublé. Komt ie, hè? It's beginning to look a lot like Christmas. Yay! Everywhere you go. Dat betekent dat ik mijn laatste mag gaan pakken. Ook zo'n potje. Wat is dit? Is het een scrub? Is dit een scrub, jongens? Oh, is een scrub? Ja! Yes! Oh my god. Oh my god. Kijk, kijk even dit. Ik weet niet of je het kunt zien. Kijk, hij is zo... Kijk. Zo zacht. Exfoliating Sugar Body Scrub. Oh my god. Maar het komt dan omdat hij heel warm is, dat hij zo zacht is. Ik hoor dat echt. Dankjewel, Body Shop. Mijn god. Ik ben heerlijk verwend, joh. Dus ik heb een scrub. Ik heb een body lotion. Ik heb een shower gel. En een body butter. En ik ben klaar voor de winter. Voor kerst in ieder geval. Op kerstochtend ga ik douchen. Dat doe ik één keer per jaar. En dan ga ik me helemaal iets meer. Jongens, dat was weer een video voor deze zondag. Ik hoop dat jij weer in geïnspireerd bent om misschien een leuk kerstcadeautje te vinden. Ik ga lekker verder met kerstmuziek luisteren en deze video editen. Want ik film deze letterlijk een dag van tevoren. Dus jullie zien het op zondag. Het is vandaag zaterdag. Dus hi. In ieder geval hartstikke... Hallo BH, wat doe jij daar? Ga eens terug. In ieder geval hartstikke bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje achter te laten en een comment als je dat zou willen. Vergeet niet te abonneren, dan mis je geen enkele video meer van mij. En zeker met de 12 days, want er zijn nog een aantal te gaan. Nog iets kleiner dan een weekje. Dus bijna nog 6 video's hierna. Ik hoop dat je het allemaal leuk vindt. Heb je daar tips en tricks? Laat dan even nog wat achter, want ik moet nog wel wat hier en daar wat filmen. Dus als je nou denkt, van nee, je praat te hard, je praat te veel, je praat te zacht. Je praat onduidelijk. Je edit is kut. Laat het even weten, dan heb ik wel wat aan. Tot morgen zou ik zeggen. Doei!